Beertube. What up? Vandaag is het weer eens tijd voor een met dank aan biertje. Heel soms, op basis van regio, op basis van bestellingen, op basis van verkrijgbaarheid, vraag ik wel eens mensen uit het landschappie om een biertje voor mij apart te zetten. Eerder deed ik dat bijvoorbeeld bij Bierke Kroland, een bier van het Elsje dat verloren is geraakt in een verhuizing. Confessie voor Whisky Freak, eveneens het Elsje, de allereerste Algorithm Series, Effing Legend. En dit bier afkomstig van Bronkhorster. Voor mij drinkt Danny behoorlijk wat bieren van Bronkhorster. Heeft hij een aardige voorliefde voor de bieren van Bronkhorster. En kon hij nog aan het bier komen of had hij het dubbel staan? Was ik late to the party? En was hij zo vriendelijk om het voor mij te bewaren? En dan denk je, nog een paar maandjes, hè, stuur we de keer op. Doe je een bierwisseltje, is het geregeld? Mwah, het was geen halfjaartje. Nee, omwille allerlei omstandigheden, waar corona er ongetwijfeld een van was, heeft dit bier een goede 2,5 jaar op de plank gestaan bij Crafty Danny. Want daar hebben we het over. Want ondanks onze goede voornemens om nooit tezamen af te reizen naar Berkel en Schot, is dat vooralsnog niet gebeurd. En dus hebben we te kampen met de situatie zoals die is. Gelukkig was het bij deze Borrest editie eindelijk bingo. En dus is dit bier aanstaande om in mijn glas te belanden. Waar hebben we het dan over? Een Midnight Porter van brouwerij Bronkhorster. Toen denk ik, oh leuk, een porter. Ja, ik heb dat lange tijd gedacht en ergens zit er nog steeds een stemmetje in mijn hoofd. Die dat denkt, maar de Midnight Porter van Bronkhorster is in basis een stout. Nou heb ik het al vaker gehad over raakvlakken tussen porter en stout. En doet een goede porter niet onder voor een stout. Maar dat tezijde, dit is een bier van Bronkhorster Barrel Aged Series en wel nummer 22. Inmiddels zijn we volgens mij rond de 35 of daar voorbij. En het gekke is dat dit bier nog een tweede maal gebrouwen is, althans het heeft er heel veel schijn van. Want nummer 27, waarvan ik in de veronderstelling ben dat ik hem of heb gedronken, maar vooralsnog nog het bier, nog een virtuele beleving slash ervaring, niet zo gauw terug kan vinden, had de nummer 27 dezelfde Barrel Aged samenstelling. En wel een Imperial Stout op niemand minder dan Heaven Hill Bourbon vaten. Dang it! En ja, een stout, een Heaven Hill Bourbon, dat blijft voor mij vooralsnog toch een redelijk gouden combinatie. Moet ik zeggen, de bieren van Bronkhorster bevallen me niet altijd, maar de Midnight Porter is me voor mijn gevoel nog nooit niet bevallen. En op Heaven Hill belooft dat eigenlijk alleen maar heel veel goeds. Dus laten we hem gewoon gaan proeven. 13% aan alcohol. Een bier van 2,5 jaar oud en dus waarschijnlijk het bier zelf nog pak een beetje een klein jaartje ouder, want Barrel Aged Bronkhorster nummer 22, de Midnight Porter, wat een Imperial Stout is, op Heaven Hill Bourbon water. En Danny, hartstikke bedankt. Proost. Thomas heeft me wel verpest. Thomas opent, zegt wel eens Heaven Hill Bourbon, lijkt op kokos. Ik nam de eerste slok, ik had een vleugje umami, ik had fijne chocoladetonen.
En vlak voor een klein oxidatierandje optrad, dacht ik, fudge, kokos. En in mijn beleving is kokos geen standaard onderdeel van de Midnight Porter. Dus wederom moet ik daar een klein stukje credits geven aan Thomas Opent. Maar hoewel die kokos fijn is, licht op de achtergrond ligt, is het bier relatief scherp. Niet dat die heel alcoholburning is. Niet dat hij heel sterk op zijn koolzuur ligt. Maar toch heeft hij een scherp randje. Is dat dan misschien de gebrande mout? Is dat de mate van cacao in een vrij pure vorm die gebruikt is? Je ne sais quoi. Eerst en vooral, is het een lekker bier? Ja, het is een lekker bier. Ik denk wel dat als je hem pak een beetje een jaar eerder gedronken zou hebben, dat hij net wat meer van zijn zwarte vivre zou kunnen laten zien. Maar ik denk dat deze beleving op zich ook weer een eigen vorm van charme met zich meebrengt. Dingen als koffie vind ik in het bier niet heel erg aanwezig. Omdat gebrande zou daar ook nog uit voort kunnen komen. Het bier is wat cacaoig, maar toch met of voldoende melkchocolade vibes, of voldoende vanille om het echt ruwe bittere te overklassen. Dat vleugje umami hou ik ook wel aan vast. Die kokos blijft toch in iedere slok weer met een tikje terugkomen. Een bier is nog niet droppig. Maar ik heb wel het idee dat hij dat oxidatierandje, dat hij daarna suggereert, daarna neigt. Maar het is wel gewoon fijn. En ik denk dat het wel een van mijn favoriete bieren uit deze Barrel Aged lijn van Bronkhorst is. Beter dan bijvoorbeeld de eerste Curiosity in de nieuwe fles. Dus niet de Curiosity uit deze stijl rij met bier. Met dat zwarte label in dat doosje. Terwijl dat wel een geroemd bier voor velen is. Maar dit heeft voor mij dan toch de voorkeur. Daarmee heb ik eigenlijk alles wel gezegd over dit bier. Wat ik wilde zeggen. Rest mij mijn telefoon uit mijn zak te laten. Rest mij een babytje op de achtergrond te horen huilen. Of daar een correlatie is. Die lijkt me niet, maar je weet het nooit. En rest mij zeker nog Danny, Crafty Danny op Instagram. Met een puntje ertussen. Te bedanken. Voor nu zou ik zeggen, ayato, bedankt voor het kijken. Hopelijk tot een volgende video. Proost.